Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Mijn naam is Victor, achter de camera staat Gerard en wij zijn vandaag in Amsterdam bij verkeersschool Trilling. En wij gaan vandaag rijden in deze lestrekker. U wilt linksaf. Moet u de tractor voor laten gaan? En daarvoor hebben wij natuurlijk instructeur Rolf gevraagd die ons iets kan vertellen erover. Wat er aangepast is aan deze trekker is onder andere de bijrijdersstoel. Er is een extra rempedaal geplaatst. Ja, dat moet natuurlijk wel in kunnen grijpen als het misgaat. Hebben we eigenlijk ook nog gewicht in de keeper zitten? Ja, de keeper is, daar zit big bags in met zand. En ik heb daar 6000 kilo of 6 ton lading in. Alles hier bij Trilling is blauw. Het is helaas niet de kleur Trillingblauw. Maar ja, het past toch een beetje, wel in het geheel. Maar dit komt ook omdat de locatie waar we zitten, waar deze trekker naartoe gaat, daar zit ook de dealer. Dus ja, voor onderhoud zitten we heel dichtbij. Best wel boel jongens die komen. Ja, je mag gewoon 40 of 50 rijden, maar rijden dan ook echt 25? We hebben hem ingesteld voor 28. Dus ik kan die jongens niet 50 laten rijden, terwijl we maar 25 mogen. Ja. Kijk die leswagen, dat wordt dan natuurlijk wat te gaan met de vinger geweest. Nou, dat moeten we niet hebben. Nee, zeker een leswagen bij ze rijden met 50 dan. Ja, we hebben ook nog een bumper voor. Ja, daar hebben wij voor gekozen, omdat we toch veel op openbare weg gaan rijden. Ja, met die wielen die al slecht te zien zijn als je in die trekker zit. Ja, toch een stukje bescherming van voetgangers en fietsers op de weg. Nou, dan gaan we de verlichting controleren en dan gaan we een stukje rijden. Ja, perfect. En de zwaailampen natuurlijk. Nou, Gerard, dan gaan we maar een stukje rijden, denk ik. Kijken of jij dat nog een beetje kan. Vooral in Amsterdam, hè. Dat is toch wel veel verkeer en tramrails en dat soort dingen. Dus ik ben benieuwd. Eigenlijk twee handen. Ja, oh ja. Je moet wel twee handen gebruiken, hè. Ja, we hebben met twee handen gestuurd. Ik ga het houden voor het naar binnen lopen voor zover je kan volgen. Ja, toch wel wennen hoor, dat 28 km per uur. Ja, hè? Ja. Nou, je ziet het doorgetrokken strepen, maakt niet uit hoor, je wordt gewoon hier gehaald. Ja, ja. Radio straks niet uit, dat leert aan deze brug. Dat ik dat ooit mag zeggen, je bent een trekker in Amsterdam rijden. Gaan we rechtsaf, hè, bij de verkeersdienst? Ja. Hoe ging het? Heb je de bumper nog nodig gehad? Ik heb de bumper niet nodig gehad, gelukkig. Hoe vond u dat het ging? Het sturen ging wel goed. Het spiegelkijken, dat mag je wel wat vaker en wat meer doen. Ja, ja nou, ik kijk niet zo heel vaak in de spiegel. In het verkeer kijk je niet in de spiegel naar jezelf. Dus ja, wat meer spiegelen zou niet verkeerd zijn. Ja. Je merkt toch wel dat je verkeersinzichtelijk toch wel een steek laat vallen. Kijk, je wil rijden met een trekker, een werkende trekker. Maar rijden op de openbare weg is een iets anders verhaal. Dus dat is wel heel belangrijk om dat in de gaten te houden. Dus vandaag is het ook theerijenwijs niet zo heel gek bekeken. Nou, vond je het ook een hartstikke leuk filmpje om naar te kijken? Geef het filmpje even een dikke duim en een reactie hieronder. Ik zou zeggen, tot volgende week. Hieronder kunnen we kijken of hij geen olie lekt. Hey Victor, wat denk jij als er in Holland olie lekt? Is die dan goed of is die dan niet goed? Ik denk als er in Holland olie lekt, is het goed. Oké. Want dan weet je zeker dat er olie in zit.